welkom aan alle rammen onder jullie. Welkom bij jullie maandelijkse horoscoop voor het teken Ram voor februari al 2014. Wat gebeurt er in februari? Een aantal dingen, maar ik heb er ene uitgepikt die belangrijk is, denk ik. De noordelijke maansknoop, die meestal zo ongeveer anderhalf jaar, twee jaar in hetzelfde teken blijft, die verandert in februari van teken. En die verandert naar het teken weegschaal. En voor jou is dat het zevende huis. Nu, al die techniciteit van astrologie, wat wil dat nu zeggen in gewoon Vlaams of in gewoon Nederlands? Wel, de noordelijke maansknop toont altijd waar we naartoe moeten in het leven. Waar we, toont ons het pad waar we eigenlijk nog niet zo goed in zijn. Of, als we er al goed in zijn, we kunnen het in ieder geval verbeteren nog. Dus dat is alleen. Dus we krijgen ongeveer twee jaar de tijd, vanaf, voor jullie nu vanaf februari, en zeker de rest van het jaar, om een bepaald gebied beter te ontwikkelen, om daar meer lessen uit te leren. Het is in het teken weegschaal, dat wil zeggen dat het jou meer evenwicht gaat verschaffen. En het is in jouw zevende huis, dat wil zeggen relaties. Dus of je nu een relatie hebt of geen relatie hebt, voor de rammen staat dat centraal om op het gebied van sneller wensen te leren. Of een noodzaak om zaken sneller te leren, om op die gebieden beter te worden, sterker te worden. En daardoor ook, nadat die transit gepasseerd is, om daar uw lessen te hebben geleerd. Het is heel interessant voor de rammen, want het gaat over relaties. En ik spreek echt over niet vriendschapsrelaties, ik spreek echt op de één-op-één relatie. De relatie die belangrijk is in uw leven. Dus, maar het einddoel is meer evenwicht krijgen. Zowel ten opzichte van jezelf als ten opzichte van die persoon waar je mee samenleeft. Dus begrijpen ook dat die bepaalde, dat die zijn of haar ruimte nodig heeft. Dat is een heel belangrijke les voor alle rammen. Of zeker degene die ram als ascendant hebben. Voilà, ik wens jullie veel succes daarmee. En het allerbeste ook. En als jullie een privéconsult wensen, alle info staat hier onderaan, de link van mijn YouTube-channel. Of deze video bedoel ik. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.